De try-out van de dans- en muziekvoorstelling La La Rook is gisteren met een daverend applaus ontvangen. Magisch, mystiek, spannend en spiritueel, dat waren de reacties van de aanwezigen. De choreograaf Shailesh Bahoran en de componist Raj Mohan hebben speciaal ter gelegenheid van 145 jaar Hindoestaanse immigratie de bestaande voorstelling verrijkt met tekst en live muziek. Hierdoor is er een interessante interactie ontstaan tussen de muzikanten en de dansers. Bahoran is de reizende ster op het gebied van danstheater. Hij haalt zijn inspiratie uit de Indiaanse dans en combineert deze met westerse stijlen zoals hip-hop. Hij heeft de samenwerking met Mohan gezocht wegens hun gezamenlijke passie en interesse voor het Surinaams-Hindoestaans erfgoed. En ten eerste ontzettend trots dat we deze productie La La Rook, die in 2015 in Nederland in première was gegaan, in Nederland heeft getoerd. Dat was een andere versie, dat was puur alleen met digitale muziek. Dus we hadden niet de begeleiding van Raadse stem en de composities van Raadse daarbij. We hadden ook niet van Surinaamse bodem onze topmuzikanten. En ook natuurlijk Takai, onze multifunctional guy. De all-in-one, yes. En mijn goede broeder, die we kennen elkaar vanaf Nederland. Het is zeer mooi om het hem ook te mogen dansen en het podium te delen hier in Suriname. In Nederland hadden we het al gedaan, nu mag het hier ook doen. Ja, gezien de korte tijd die wij hadden in de voorbereidingsfase, was het een lastige klus om op afstand te kunnen beoordelen met welke muzikanten we zouden kunnen werken hier. Dankzij Ans inspanning aan het beleid heb ik een paar muzikanten mogen spreken. En de klik was er vooral met Kavish en Deel. Het was een enorme uitdaging voor de Voice, maar ze hebben het wel goed gedaan, volgens mij, toch? Ja, wat heel bijzonder is, ik ben hier geboren in Suriname, in Nikeri, waar we de afgelopen... Gisteren, ja. Het gaat allemaal zo snel. Gisteren de première van Nikeri gehad en een schoolvoorstelling wat echt te gek was. Zeer bijzonder. 600 kinderen? 600. Meer dan 600 kinderen waren er aanwezig bij het CCN. Het was voor mij zeer speciaal om te mogen performen met vooral dit stuk wat gaat over mijn roots, waar ik vandaan kom. Om dat te mogen presenteren in mijn geboortestad was ook zeer bijzonder. Shailesh Bahoran, choreograaf van de voorstelling La La Rook. La La Rook is de naam van het schip dat de eerste contractarbeiders van India naar Suriname bracht. De voorstelling zet de reis met vele uitdagingen die ze hebben moeten doorstaan, maar ook de hoop op een betere toekomst neer. De dans- en muziekvoorstelling La La Rook is vanaf vandaag tot en met zondag 18 november te zien in Theater On Stage.